Op dit veld van voetbalclub Always Forward in Hoorn ging het zaterdagmiddag goed mis. De trainer van de bezoekende Amsterdamse club krijgt het aan de stok met een ouder van de Hoornse vereniging. Buiten de lijnen wordt er een klap uitgedeeld door de Hoornse ouder. We liepen gewoon netjes van het veld af. en Het enige wat ik hoorde was trainer, trainer, trainer. En ik draai me om en ik zie die man dus dreigend over mijn jeugdspeler staan. En ik vraag hem wat er aan de hand was. Ik leg nog uit dat ik de trainer was. En, uh, ja. Dat, uh, daar nam mij geen genoegen mee. En, uh, meteen een verslag. Er is een, een, een ouder geweest van een speler. En, uh, die heeft de confrontatie opgezocht met, uh, met, met, met de trainer. Hè, en Ook een klein beetje andersom, moet ik eerlijk zeggen. En daar, uh, ja, daar, daar is een klap uitgevallen, de ouder naar de trainer toe. Hè. Jij hebt de man zelf niet aangeraakt of weggeduwd of wat dan ook? Nee, 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 natuurlijk nee, niet. Nee. Nee, ik vind het nooit voor de kinderen. Wij staan zoals, zoals ik al zei, wij staan als club daar niet voor. Wij leren de kinderen ook normen en waarden. En uh, ja, waarom zou ik dat doen voor de jeugdspelers? Nooit. Kijk, Amsterdamse clubs die zijn wat temperamentvoller, laten we het zo zeggen. En, en ja, dan, 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 dan gebeuren er wel eens dingen, ook op het veld. Maar ook wel eens vanuit het veld richting supporters en zo roepen. Even een paar kreten geven en dan hou ik het rustig. Maar dat, ja, dat gebeurt. En, en ja, dat, dat is, bij ons in de buurt is dat allemaal iets anders. Wat er precies vooraf ging aan de klap is moeilijk vast te stellen. Maar de vader had, ook volgens de Horendse voorzitter, sowieso niet mogen slaan. De club zal dan ook disciplinaire maatregelen tegen hem nemen. Ook heeft de Amsterdamse coach aangifte gedaan. We zijn er niet om uh, moddergevecht modder te houden. Wij willen puur als club een signaal geven dat wij voor normen en waarden staan en voor respect en dat dit gewoon niet kan. En dat, het, dat dit gewoon aangepakt moet worden.